Dit is de eerste dag waarop we met elkaar voor Jezus neerknielen om weer hoop, moed en perspectief te krijgen, zodat we samen met Hem in vertrouwen kunnen bouwen aan het Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde. Vandaag wil ik met jullie stilstaan bij het thema gerechtigheid. Er is enorm veel onrecht in de wereld. Ieder jaar komen er bijvoorbeeld zo'n 800.000 mensen door geweld om het leven. Jaarlijks sterven er 10 miljoen mensen aan honger en daaronder zijn 6 miljoen kinderen. Er werken op dit moment meer dan 45 miljoen mensen in allerlei vormen van slavernij. Wereldwijd worden al miljoenen mensen verhandeld voor seks, gedwongen arbeid en het roven van hun organen. Naar schatting werken er alleen al 5,5 miljoen kinderen in slavernij. En deze miljoenen kinderen worden dagelijks geconfronteerd met geweld en uitbuiting. 2 miljoen ervan werken als slaaf in de seksindustrie. Schokkende cijfers. En op dit moment worden we ook geconfronteerd met het grote onrecht dat de Oekraïnse bevolking wordt aangedaan. Bid vandaag dat Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt op deze wereld. Bid voor de bewoners van de Oekraïne. Bid voor hen die dreigen vermorseld te worden door de grote belangen en machten waar ze zelf geen vat op hebben. Bid voor al die vluchtelingen. Bid voor de gewonden. Bid voor hen die man, vrouw, broer, zus, vader, moeder of kind verloren zijn. Bid voor de slachtoffers van onrecht, armoede en geweld, waar ook ter wereld. Bid voor slachtoffers van onrecht, armoede en geweld in jouw directe omgeving. En bid dat jij zelf en anderen niet de moed verliezen en het geloof in het goede kwijtraken. Het kwaad heeft niet het laatste woord. En vraag God waar jij een steentje kan bijdragen om onrecht te bestrijden. Put feet to your prayer, oftewel geef handen en voeten aan je gebed. Maarten Luther schreef over gerechtigheid het volgende. Hij zei, de opdracht die aan jou is gegeven is niet om in een hoekje te kruipen of in de woestijn rond te sluipen, maar om eruit te komen en je hele lijf aan te bieden en alles wat je hebt op het spel te zetten en al het mogelijke te doen. En wat daarvoor vereist is, zegt hij, is een honger en dorst naar gerechtigheid die nooit beteugeld, gestopt, verzadigd kan worden. Kies er vandaag voor om hongerig te zijn naar die gerechtigheid.